Hoi, welkom bij Rijkse Vlog. Het is een nieuwe vlogcamera. We zijn hem aan het uitproberen. We zijn onderweg naar een reclame maken. Ja. Oh, dit was free timing. En Stef, dat is trouwens Stef. Ja, ik ben Stef. Stef die doet mee in de reclame. We hadden een mooie vrouw nodig. Fred kon niet. Ik hoop dat het heel erg vet wordt. Het is een low budget. Hey, daar hebben we Fred. Is dat Fred? Ik ga zo lopen naar set. Ik ook. Ik ga ook naar set. Ik heb er super veel zin in. Nee, ik ben al set. Is het low budget? Zei je dat nou? Ja. Met Tikkie dan? Ik denk dat dan sowieso te laat is. Nee, toch? Hij is toch al te laat? We betalen 100 euro per uur. Oké, als eerst sorry voor mijn stem. Die is een klein beetje weg. Goed, we gingen dus een parfumreclame filmen. Die verkopen wij sinds kort. Of die is al uitverkocht trouwens. Dus in principe zouden we het kunnen redden. Oh, je kunt zo wisselen. Zo. Ja. Je hebt weer een leuke outfit aan. Nieuw. Hij is ook nu al vies. Ik ben net binnen. Ja, maar ik zag jou net daar rollen. Dat moet je ook niet doen. En ook de net nieuw geverfde studio kwam aan de beurt. Zo, wat ben jij aan het doen? Gelukkig hadden we een briljante oplossing om niet nog hoor, dat moest uitrollen. De bedoeling was dat uitrolde. Maar we legden een papieren tafelkleed neer, zodat het niet nog meer goor maakte. Het feit dat jij ook gewoon hierin kijkt en niet even gewoon... Er is hier op de spiegel, hè? Oh, ja. Je kan dit heel goed doen. Oké, maar doe even je haar. Nee, jij moet maar. Ik kan toch niet mannenharen doen? Jawel, jij wel. Jij bent een man. Nou, dit was het resultaat. Heel ander kapsel. Het is gewoon hetzelfde. Maar goed, dit was... Oké, laat maar. Wist je dat jij straks op het skateboard daar even moet skaten? Nee, dan ga ik weer door mijn rug. Nee, jij hebt een hele gevoelige rug, hè? Ja. Oké. Okay. Oh. Ja, als je eenmaal 28 bent, dan... Bergafwaarts. Jij kan het weten. Nee, zeker niet. En het was de tijd om te gaan beginnen met filmen. Van hem waren mijn favoriete shots. Dit is Ramiro, hij doet ook theateropleiding. Dus hij wist precies wat hij moest doen. Awesome. Ja. Was hem toch? Oké, top. Echt, Ramiro, als je kijkt, thanks voor het helpen. Heel briljant. Stop, dat is zo goed. Ja. En natuurlijk Stef, als jij kijkt, I love you. Ging goed, Stef? Ging echt goed. Ja? Ja, echt fantastisch. En dat was hem, het laatste shot. Als je het resultaat wil zien, geef naar Instagram van mij of van Broers Podcast. Iemand loopt hier ook langs. Ik vind dat wij een keukentour moeten krijgen. Een keukentour? Vooral deze kast. Glas. Die zag je niet ook eens. Ook mijn keukentour, wat... hier is mijn glas. Maar... Ik heb hier ook nog twee glazen. Ik weet niet eens wat hierin zit. Maar laat me eens kijken. Wat ga je nou zien? Oh, die is vol. Maar hij daar heb ik dan wel weer over gehad. Echt priorities. Ja. Oh, hier. Kokerij. Nog nooit gebruikt. Kan je dit eigenlijk plaatsen? Of moet je dan auteursrecht betalen? Ja. Oh, dus je gaat de muziek even uitzetten? Ja, dan ga ik zingen. Peaches in Mallorca. In Mallorca. Nee, wat is het nou? Oh jawel, Mallorca. Nee? Nee? Wij gaan ergens cocktails drinken. We hebben echt heel erg zin in ook. Jij bent ziek, zwak en misselijk. Hoezo wil je per se gaan? Anders krijg ik de schuld als we niks hebben gedaan dit weekend. En al onze vrienden... Die hebben ons verlaten. Maar dat is ook de enige reden dat we nu samen zijn, toch? Zo triest. Want anders... Wat doe je? We hadden even kijken naar jouw tenure skills. Nou, wat? Ik ben echt te moe om te praten. Tuinier skills. Wat is hier mis mee? Dit is gewoon een hartstikke mooie plant. Deze heb... Ik heb deze sinds 2020. Het is wel een wonder dat hij nog leeft. Ja, nou, hij leeft dus niet meer. Oh, alleen... ik kan het even niet filmen. Hij is alleen groen. De lampenkap. Ja, oh, ja, maar we hadden toch ook over de lampenkap? Deze heb ik sinds 2020 en ik geef genoeg water. Nou, wij gaan wat drinken. Echt. Nee, afvind. Super zin in. Wat bedoel je, wat is mijn afvind? Wat heb ik aan dan? Waarom vraag je wat mijn outfit is? Waar is je bovenkant? Mijn bovenkant, waarom? Je voordeur is nog open. Dat is raar. Even tussendoor, ik snap niet haar probleem met mijn outfit. Hoe sexy is dit? Hoe kan je als je moe bent zoveel energie hebben? Echt een klein kind op een goede manier. Kijk, ik heb dit van de week opgehangen. Ik voel me nu echt volwassen. Heb ik gewoon helemaal zo in de muur geboord. Of nou ja, mijn vader. Het erg is, we zijn gewoon die avond nog geëindigd in de club. We werden wel direct eruit gestuurd, want we hadden nog onze jas aan. Maar toen die was uitgetrokken, ging het toch echt naar binnen. Voor wel geteld. Kijk, hoe lang waren we binnen? Vijf seconden. Het was niet onze avond, het was saai binnen. Dus we zijn gewoon lekker naar huis gegaan en geslapen. Welkom in mijn kantoor. Ik moet me eigenlijk klaarmaken voor de boekenpresentatie van Tim vanavond. Die is in Utrecht. Alleen, ik heb zoiets raars. Kijk, in deze kast staat allemaal gewoon boeken, een nieuw microfoon. En de doosjes van producten die ik heb gekocht om dingen te editen, et cetera. Alleen deze...
stond er net ook in. Hey, kijk, zie je dit? Mijn onderbroek? Dat is zo'n losse onderbroek. Ik ben begonnen met een losse onderbroek te dragen in plaats van Calvin Klein. Ik vind wat volwassener. Wat vinden jullie? Zie je mijn balzak? Ja, kut. Goed, dit lag dus in mijn kast. Hij is nog helemaal dicht van Coolblue. Ik weet niet wat het is. Oh. Zo, dit is een teleurstelling. Het is een ophangbeugel voor mijn televisie die ik niet wil ophangen. Dit ligt hier ook echt al 2 jaar. Ik heb het echt 0 keer gemist. Nou, wat een avontuur, hè? Hebben we ook maar weer gewoon meegemaakt. En toen waren we bij de boekenpresentatie van Tim. En dit is mijn zus, Roos. Rijk. Maar we zijn een broer en zus voor als ze niet eerst je poster ondertekenen voordat ze de zaal ingaan. Hier, links ook echt. Kruis. What the fuck? Iemand binnen verbaasde het me eigenlijk hoe groot het was voor een boekenpresentatie. Tante groot. Jezus. Je bent echt leuk voor op de vlog. Thanks. Ja, ja. Leuke podcast. Dankjewel. Ja, tuurlijk. Toen ben ik serieus boeken gaan signeren tijdens een boekenpresentatie van Tim. Beetje gênant, maar goed. Sam kwam nog, wel te laat natuurlijk, maar hij kwam wel, dus dat is een win. En ik wilde nog even een mooi sfeershotje maken, maar ik weet nog niet helemaal hoe de camera werkt. Dit is het shot wat ik wilde maken. Yep, er is een man op het podium aan het strijken en hier dacht ik echt, god voor Jezus, ben ik nou weer beland. Maar dit was eigenlijk best wel leuk. Dat was best wel interessant. Het ging over mannelijke emoties. Maar we waren vooral gefocust op de vrouw voor ons die 10 minuten probeerde te filmen zonder op record te drukken. Daar gingen we helemaal stuk om. We hadden wat kunnen zeggen tegen haar. Dat hebben we niet gedaan. Dat is best wel lullig. Maar goed. Uiteindelijk was het eigenlijk heel erg leuk. Dus als je het boek wil kopen, het heet Goeie Moed. Echt veel leuker dan we hadden verwacht. We waren de hele tijd grapjes aan het maken over dat het een hele linkse avond zou worden. En dat was het ook, maar dan grappig. Ik vond het nice. Ik ook. Was grappiger dan ik had verwacht. Ja, het was heel grappig. Tim was ook heel grappig. Ik had het over Tim. Ik heb een nieuwe vlogcamera. Echt? Ja. Werkt die of niet? Dit is voor Creta. Oh, echt? Ja. En dan vloggen. Oh, ja. Mijn god. Oh. Yo! Hey. Holy shit, dat is een ding. Wordt lijp hoor, Creta. Ik ga als cinematic, ga ik zo shots maken. Dit was de grootste leugen hoor. Cinematic shots, ik ben al terug van Creta, daarom is mijn stem kwijt. En de shots gingen meer zo. Cinematic shots, drop shots waren het vooral. Are you ready? Yeah. Yeah. FHM. Moet jij trouwens nog kleding van mij lenen voor vanavond? Nee. Ja, nou. Kom ik weer met een boer aan, die ruikt naar McDonald's. We gaan naar de FHM vanavond. Er zijn wel een paar jaar niet geweest, maar we hebben niks te doen, het is woensdag. Zijn we wel uitgenodigd? Ja. Heb jij nog iets te drinken? Oeh, nee, ik heb niet meer. Misschien een andere keer. Ik doe een andere kipnugget in mijn zak. Nee, je doet niet een kipnugget in je zak. Marijn. Sam. Ik heb nu geen honger. En ze ook wel. Hoe ben je buiten adem tijdens veetstrikken? Ja, ik ook niet hier. Ik verbaas me. Oké, we gaan naar FHM. Ik rij, dus ik kan niet drinken. En we gaan eerst een sigaret halen hier, zo bij de avondwinkel. Zo, Sam ook weer blij. Dus we konden gaan naar FHM met onze vriendinnen. Stef en Hilda waren er ook gezellig. We kregen een soort onze eigen boot waar we in zaten, waar ik best wel blij mee was. Want ik heb een soort angst voor naast vreemde mensen zitten. Uiteindelijk, als het echt gebeurt, dan valt het eigenlijk wel mee hoe erg het is. Maar goed, ik was alsnog blij met de boot. Hey Hilda. Hello. Where are we today? We are at FHM 500. Wow. Are you in it? No, I don't know. I'm not that. Oh, ben jij erin? That's ja. I don't know. Ja, je bent erin, hè? Sowieso top 400. Nee, Stef stond eigenlijk op nummer 44. 44? Ja, mijn leeftijd. Oh ja. Hi darling, dat is lang geleden dat je bij mij in de video was. You look amazing. Yep, Indigo, back in the vlog. Nee, gewoon een keertje. Indigo heeft een vriend nu. Een hele knappe gast ook. Hilda is nu hier zo ons parfum voor het eerst aan het proberen. Dus als het ooit nog eens uitkomt, mensen, het is echt een aanrader. Toen probeerde ik weer een mooi shot te maken van het podium. Ging natuurlijk weer ook fantastisch. Ja. Yeah. En dat is natuurlijk gerelateerd vaak in de media. Ook in de sport. Ik wil als topsporter elke dag trainen. Ja, ik ga er maar naast staan. Ik... Heb je het leuk? Ja, de all-time favorite. Dat is speciaal, hè? Ja, dat is een hele speciale award. Je kan het een beetje. Gwen van Poort werd uiteindelijk de nummer 1 vrouw van Nederland. Daar was Sam het helemaal mee eens. Die heeft daar sterk nog die avond nog gedm'd. Toen wist hij nog niet dat ze een vriend had. En nou ja, als je afvraagt wat er met die kipnugget is gebeurd. That's a nugget. Nee. Ik laat even een mobiel in je auto liggen en ik krijg een hele rant hier. Ja, ik heb. Zo, nou, maar zeg je wel dat ik jouw auto heb beschadigd, maar kijk wat je zelf hebt gedaan.
Ja, maar dit is de voorkant. Jij bent gewoon expres zeg maar achterkant. Ja, dat is wel echt dom. Ik dacht dat het grappig was, maar het was niet... Dat is niet voor mij trouwens. Weet je wanneer je denkt dat het grappig is? Nou. Als je 16 bent. Sam en ik vonden het heel grappig. Als jij niet had geremd, dan duwde ik jou gewoon naar voren. Dus ik schrok. Dit is echt gaslighting. Ja, dit is echt gaslighting. Dus, je hoort de want ik reed tegen jou uit. Wat gaan wij doen? We gaan eten. Bij? Messibaan. Ik ben er nog nooit geweest. Het is heel leuk. En ik kan heel lekker koffie drinken. En ze hebben echt het allerlekkerste toetje van heel Amsterdam. Ik vind de straat ook heel leuk. Nee, ik heb niet heel erg trek. Ik heb net eiwitshake genomen. Oh, ik vind dat altijd voor je gaat eten. Ik kom net uit sportschool. Ik neem een eiwitshake. Wat is dit voor stomme straat? Waar heb jij ons weer naartoe genomen? Kijk, dit is gewoon helemaal zwart lint. Oh, hier is Messiba. Zo, dit is echt fancy. You know, het is gewoon helemaal zwart lint, joh. Kijk, gewoon rode lopertje soort van. Zo lelijk als dat van buiten was, het was eigenlijk wel cute van binnen. Kijk dan, hoe cute is dit? Je kan er boven ook zitten. Ik was er nog nooit geweest. Oh, dankjewel. Wat is die hele tafel voor ons? Waarom hebben we een 6-persoonstafel? Dit ziet er echt uit, alsof wij hier in een biefstuk zitten. Alsof we gekidnapt zijn. Ze zorgt heel goed voor ons. Lisa al natuurlijk. Wat is dit? Voor je verjaardag. Oh, wat lief! Moet ik stoppen? Nee, voordat je het openmaakt, ja. Als je het niet leuk vindt, want het is heel specifiek, als je het niet leuk vindt, moet je het zeggen. Want dan kan ik het gewoon omdraaien. Ja, oké, als ik het niet leuk vind, dan weet ik het. Oké, het hoeft niet heel hard gezegd te worden. Oh, wat is dit? Oh, dit vind ik heel cool. Ja, yeah. Want ik dacht... Kijk, jij lijkt een beetje op Jasmine, toch? Van Aladdin. En dit doet me aan haar denken. Ja, het is een beetje zo Arabische invloed. Ja. Oh, dat vind ik echt heel cute, dankjewel. Dus je houdt hem? Ja, echt mooi. Hè? Nou, ik was blij dat ze hem mooi vond. En dat ze hem ging houden, is altijd leuk. Ik heb ook voor mezelf inderdaad nieuwe armbanden. Ja, en dit matcht met... Dit heb je een paar maanden geleden gekocht. Ja. Allebei tegelijk. Oh, hij is kapot. Nee. Wel dit balletje. Oh ja, het balletje is los. En toen hebben we eigenlijk wel een hele leuke avond gehad. Een beetje lullen, een beetje lachen. Een beetje eruit zien alsof we zijn gekidnapt. En een beetje mensen kijken en judgen. Zo, kijk onze gezichten. Oh, en toen kwam het eten. We gingen allebei voor een heel groot stuk vlees. Was heel lekker. Precies medium rare. Ik neem altijd wel nog wat zout erbij. De saus was ik alleen niet super fan van. En de patat, die was fucking heet. Echt fucking heet. En dan het toetje. Ze zei het beste van Amsterdam. Ik moet eerlijk zeggen, het ziet er goor uit. Maar dit was echt heel erg lekker. Goed, de volgende dag was mijn influencerweek nog steeds niet voorbij. Stef was uitgenodigd voor het Bite Festival. Dat is volgens mij in Amstelpark. En dit was de privéruimte. Het zag er mooi uit. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom mijn privéruimte was. Maar ik was er wel blij mee, want het was gratis drank. Hilda en Nafi joinen vandaag. Dus we zijn eigenlijk al heel erg snel gaan dansen. Stef, ik en Hilda dan. Want ik weet niet wat Nas aan het doen was. Met de DJ aan het flirten ofzo. En toen gingen we het terrein op. Het is dus het Bite Festival. Het is eigenlijk een soort rollende keuks van Westerpark. Maar dan luxe editie. Volgens mij zijn kaartjes ook heel erg duur. Wel een beetje zo bierig. Bierig? Is dat raar? Het is rosé met persiksmaak. Ja, ik vind het wel een beetje bierig. Oké. Hebben we het over dit trouwens. Ik heb het nooit gedronken. Het is rosé met persiksmaak. Het is wel lekker eigenlijk. Toen zijn we begonnen met eten. We begonnen eerst met oesters. Are they not loose? I think they are loose. Oh, they are loose already. Ja, they are loose. Nou, die van mij zijn behoorlijk vast. Ik zei echt zoiets. Ja, er zit helemaal geen beweging in. Nee. Ik zei, zijn dat Japanse oesters? Toen zei hij, nee, oh wacht, wat was het? Ik zei, zijn dat de Japanse oesters? Zei ik dat net? Ja. Zei, nee wacht. Ik zei. Jezus, het is de derde keer dat ze het verhaal probeert te vertellen. Ik zei, zijn dit de Aziatische oesters? Ja. En toen zei hij, nee, ze zijn Japans. En toen zijn we kabeljauw gaan eten, miso, steektataar, wat burgers, wat Aziatische poffertjes. Hier was ik geen fan van, want kom aan, poffertjes moeten poffertjes blijven. Maar we hebben ze wel geproefd. Toen zijn we een fotoboot ingegaan die niet printen. Ja, hij print. Hij is op. En ik denk dat deze 40.000 foto's die een 11-jarig jongetje had gemaakt daar wat mee te maken had. Toen zijn we s'avonds naar huis gegaan om even voor te bereiden op de club. Nou, heb jij nou je spullen, heb jij nou helemaal pyjama aangedaan? Nee, Hilda en ik probeerden trouwens zo lang mogelijk hoog te houden, alleen bij Hilda ging het wel goed, alleen ik had hier gewoon te veel voor gedronken. Dus ik was degene die het verneukte. Hilda kan dit echt best wel goed, ik weet niet, ik denk dat ze voetbal heeft gezeten in Zweden ofzo. Dat lijkt me wel. Stef probeerde het ook nog, alleen het was in Hilda de huis, die zei, nope, dat gaan we niet doen.
En Nas, die had serieus de pyjama aangetrokken. Die is dus ook echt niet meegegaan naar de club. Wij zijn nog wel eventjes gegaan. Gwen van Poorten was er ook weer. Zo zie je er nooit. Zo zie je er twee keer in één week. En we hebben het eigenlijk wel gezellig gehad. Het was niet heel bijzonder. Ik ben flink gaan drinken. Want yep, dit is precies wat je denkt dat het is. Dit was mijn influencer week. Dus niet hoe mijn leven eruit ziet. Maar deze week wel. En ik vond het eigenlijk wel heel erg leuk. Als jullie het ook leuk vonden, laat het even weten in de comments. En misschien vlog ik dan vaker. Volgende week in ieder geval de Creta vlog.